Aloha, niks zo geschikt als aloha in deze dagen van hitte. En misschien ook, heb je dorst? Nadorst, een kater, hoofdpijn, want de blok is gedaan. We hebben misschien goed gefeest en dan krijg je hoofdpijn. En ik heb hier twee geweldige mocktails, zonder alcohol, die helpen om de hoofdpijn weg te doen, deemsteren en lekker er in je lijf te zitten. Wat heb je nodig? Zout, Himalaya zout of grof zeezout. Een shrub van appel. Kokoswater, prikwater, een beetje limoen en ijs. Eerst ijs. Ja. Dan een halve limoen. Dan 15 milliliter shrub van appel. En shrub, dat is gemaakt op basis van appelazijn. Dat is geweldig goed voor je darmen. Maar dat is ook geweldig goed voor je systeem om te ontgiften van veel alcohol. Mispuntje zout, waarom? Dat zorgt ervoor dat het vocht beter behouden blijft in je lijf. Want eigenlijk een kater ontstaat omdat je tekort hebt aan vocht. 150 milliliter prikwater. 125 milliliter kokoswater. Voilà. Een beetje roeren. En dan doet het er nog zo voor het plezier. Heel snel een limoentje bij. Plop. Tada. Dat is proeven. Ik ga er nog wat ijs bij doen. Ik heb veel ijs bij. Het is wel zuur. Zo is het lekker. Oké. Okay. Oh, kopijn is zo weg. Is weg. Ik heb geen kopijn meer. Oké, de tweede. Dus, prak eerst een paar frambozen. Prak, 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 prak. Milliliter limoen. Honderdvijftig milliliter bruiswater. En dan de 15 milliliter raspberry of frambozen shrub. Ijs. Voilà. Zo. En je kunt daar dan natuurlijk... Wacht, hè. Een momentje. Kom eraan. Oké. Okay. Zo, ja. Zo. Ja. Zo, flamingo met ambities. Wil graag in beeld. Oké. Okay. Ik ga iets zeggen, hè, nu. Wacht, ik kan mijn bril ook opzetten, want ik kan eigenlijk mijn ogen niet open houden. Dus, dit is dus een geweldige mocktail die ervoor zorgt dat je terug gehydrateerd bent door het kokoswater. Dat je huid beschermd is door de vitamine C in de framboos. En dan eet ik daar graag nog een vers framboosje-ijsje bij. Hallo. Daar. Oh, come on. Doei.